Welkom bij deze nieuwe video van 1 Gelukkige Hond. In deze video laat ik twee honden zien die het netjes meelopen met het baasje nog niet goed genoeg doen. Dit is Berber en Berber is veel afgeleid tijdens de wandeling. Dit is Kai en Kai is eigenlijk met alles bezig tijdens de wandeling, behalve met zijn baasje. Hij heeft veel afleiding en hij zit hoog in zijn energie. Ik ben Manu Gerrissen en in deze video leg ik uit hoe je de hond kan leren om netjes met jou mee te lopen. Het is niet de oefening volgen. Nogmaals hier Berber. Berber is tijdens een wandeling snel afgeleid. Hij eet graag van de straat. En hij loopt het liefste vooruit van het baasje. Nou, ik ga de eigenaar leren hoe Berber in een rustiger tempo netjes met hem mee mag lopen. Dit gezin heeft Berber geleerd om rechts te lopen. Daarom zal ik de training ook rechts uitvoeren. Normaal dan leer ik de eigenaren om de hond links netjes mee te laten lopen. Dit omdat je wanneer je het verkeerd tegemoet loopt, de hond links veilig in de berm loopt. Als ik met Berber wandel, wil ik dat zijn aandacht en zijn focus op mij is. Als hij mij aankijkt, geef ik een complimentje en af en toe beloon ik ook met een brokje. Ik wil dat hij mij volgt vanuit mijn positieve energie. Ik heb mijn schouders naar achter, ik sta in mijn kracht en ik bepaal de route en wat er gebeurt. Mijn focus is duidelijk, ik weet waar ik naartoe ga. En op die manier begeleid ik Berber de route die wij gaan wandelen. Je ziet, ik kijk recht vooruit, ik weet waar mijn wandeling heen gaat en ik sta in mijn kracht. Ik praat veel tegen Berber. Ik draai er ook nu rechts tegen in. Dat doe ik, zodat hij dan zijn focus op mij moet hebben. Hij moet dan opletten waar we naartoe gaan. Kijk, hier vertraagt hij een beetje. Ik draai weer rechts tegen hem in. Ik blijf tegen Berber praten. En ik train altijd op basis van positief trainen. Dus ik wil dat de lijn ontspannen is. Als ik een bocht maak, trek ik Berber niet mee. Je ziet ook, hij wil nu even niet. Ik ga niet trekken, maar middels lichaamshouding neem ik hem weer mee de andere kant op. Mijn lijn is ontspannen, mijn arm hangt ontspannen. Als ik een bocht maak, wil ik dat Berber er zelf voor kiest om met mij mee te lopen. Nou, hier is nogmaals Kai. Kai is een sterke, grote hond met een klein baasje. Dus het zou voor haar heel goed zijn als Kai netjes meeloopt. Wat ik jullie wel wil vertellen is dat ik het heel belangrijk vind dat een hond de ruimte en de tijd krijgt om te snuffelen. En ik ben groot voorstander van een hond loslaten. Maar dit is een oefening netjes meelopen. Dat hoeft hij ook geen kwartier te doen. Het gaat om een klein stukje naar bijvoorbeeld het losloopgebied of het uitlaatveld. Dat hij gewoon netjes aan jouw zijde mee moet lopen. En dat je niet elke keer overal hoeft te stoppen of dat de hond in de lijn gaat hangen. Voor Kai is het belangrijk dat je laag in je energie blijft. Dat je positief blijft en goed gefocust. Ik loop een stuk rustiger en ook bij Kai wil ik dat de lijn ontspannen blijft. Wanneer ik vind dat hij te snel gaat, vertraag ik en neem ik hem eigenlijk mee in mijn energie om daar meer rust in te krijgen. Ik draai links tegen hem in als ik vind dat hij te snel gaat, zodat hij goed moet kijken waar ik heen ga. Ook Kai is hier af en toe afgeleid. Geef een kleine correctie met de spanning op de lijn. Ik laat hem focussen op mijn andere hand. Soms heb ik daar een brokje in, soms niet. Maar ook hier, hij mag leren om zelf keuzes te maken, dat hij mij moet volgen. Ik draai tegen hem in. Ik laat hem focussen op mijn hand. Ik laat hem goed in mijn ogen aankijken. En heel rustig wandelen we door. Je ziet dat de lichaamshouding van Kai een stuk rustiger is. Nu zien we in de verte een hond. Ik laat hem even zitten om hem te kalmeren. Ik loop toch nog even de andere kant op, omdat ik niet wil dat hij in een hoge energie op de hond afgaat, waardoor hij gaat trekken aan de lijn en mij ook meetrekt. Dus we veranderen even van richting. Ik wil dat hij laag in zijn energie blijft. En dadelijk ga ik rustig in een rustig wandeltempo op de andere hond af. Je ziet dat Kai gefocust is. Ik hou nog even pauze. Ik neem hem toch nog een keer mee om te voorkomen dat hij me dadelijk meetrekt. Want hij moet leren
dat ik nu met hem aan het wandelen ben en dat zijn focus bij mij moet blijven. Zijn speeltijd komt nog zeker, want ik ben groot voorstander dat honden met elkaar spelen en veel vrijheid hebben. Tot dusver deze video.